Eind november, Sinterklaas is weer in Nederland. En met Sinterklaas is er ook weer de discussie over Zwarte Piet, hoe die eruit ziet. Roetveegpiet of gewoon zwart of allerlei andere varianten. Iedereen heeft er een mening over, maar niemand vraagt het aan Sinterklaas. Hoe vindt u het om weer in Nederland te zijn? Nou ja, dat is natuurlijk altijd één groot feest. Kijk, wat heel veel kindjes niet weten is dat ik een dag of vier van tevoren in Spanje op de stoomboot stap. En dan kom ik altijd in Nederland aan. En dan staan al die duizenden kindjes die staan op de kade te wachten. En dat is zo genieten en zo hartverwarmend. Wat doet u nou al die dagen tot en met 5 december? Nou ja, kijk, dan moeten natuurlijk verlanglijstjes gemaakt worden. Ik moet natuurlijk ook kijken of je bedoelt hier in Nederland. Ja, nou kijk, we krijgen natuurlijk al die Zwarte Pieten die schoentjes langs gaan. Die komen met snoep voor Amerika terug. En met nieuwe verlanglijstjes. Dus dan moeten wij de pakjeskamer in om te kijken of schijnt weg te moeten. Nou, dag Zwarte Piet. Wat vindt u nou van die Zwarte Pieten discussie? Ik ben ontzettend blij met iedereen die mij helpt. Ja. En wat zegt u tegen die mensen die daar zo problemen mee hebben? Daar zeg ik helemaal niets tegen, want je moet dingen niet stimuleren.